Bios aangeschoven, Fons Mulders, huisadvocaat van TV11. Af en toe dan denk ze wel eens dat ze overal advocaat van bus, hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. Jules Fransen bijvoorbeeld, de Truiver, daar bent u niet advocaat van. Daar ben ik geen advocaat van. Nee, het was wel een nuts natuurlijk, judoka. En het is zijn A-status verloren, omdat de judobund het met bepaalde zaken niet eens was. Hè? Ja, ik heb begrepen dat Jules met de judobund heeft onderhandeld over het mogen uitvoeren van de kernploegtrainingen in Rotterdam. Met zijn eigen trainer, ja. Hoe het geweldig succes meegehaald heeft en hoe het eigenlijk de kandidaat is voor de Olympische Spelen 2020. En judobond is van mening dat die kernploegtrainingen gevolgd moeten worden in Papendal. En dat is voor Jules bezwaarlijk in verband met de studie. Ja, het ligt eigenlijk een conflict waar het wel op te lossen is, maar het is blijkbaar heel hoog opgelopen, want het is toch zijn A-status kwijt gegaan. Dat betekent nogal, Gert. Kijk maar even met. Het was al een keer wereldkampioen judo, Jules Fransen uit Ruiver. Alleen het allerhoogste doel, de Olympische Spelen, die stingen nog op het verlanglijstje. In 2012 en 2016 wist het zich net niet te kwalificeren. We hopen Ruiver op de Olympische Spelen. Dat hopen we ook. En is het niet in 2016, dan is het wel in 2020, toch ongeveer. Fransen was in 2016 wel in Rio als trainingspartner. Maar zelf schitteren op de Olympische Spelen, dat is natuurlijk nog een droom. Maar vorige week kwam er voor de judoka uit Ruiver opnieuw een flinke hobbel op de weg. Fransen werden uit het Nederlands judoteam gezet en raakte de A-status kwijt. Het is allemaal het gevolg van het feit dat ze de trainingen in Rotterdam afwerkt en niet in Papendal. Iets wat de judobond wel per se wil. Fransen combineert haar judocarrière echter met een studie in Rotterdam. Op en neer naar Papendal is dus geen optie. Wie het nu verder gaat met de carrière van Fransen is nog niet bekend. Fons, het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat zo'n carrière zomaar opeens abrupt beëindigd wordt. Het geeft zelf al aan van, dit zijn eigenlijk de jaren dat het voor mij moet gaan gebeuren. Olympische Spelen zitten eraan te komen in 2020. Ja, natuurlijk, er zijn veel reacties. Hè. We zien het ook op onze Facebookpagina, waar we dit gepubliceerd hebben, ook een stukje. Waar mensen zeggen van, blijf met onze handen van onze sporters af. Dat moet natuurlijk die sporters waarderen. En zo'n judobond is er natuurlijk voor haar sporters. Jules is gewoon lid van die judobond en moet in principe van die faciliteiten van die bond kunnen genieten. En als zo'n bond dan zegt, toen mos per se naar Papendal komen? Ja, dat is toch wel behoorlijk autoritair natuurlijk. Hè. Zo'n bond is monopolist. Als Jules voor Nederland wil uitkomen in die Olympische Spelen, zal hij altijd via de judobond dat moeten doen. Ja, nu is er ook al sprake van, misschien zou Jules Fransen wel naar de Olympische Spelen kunnen voor een angerlijnd. Is dat een optie, denk je? Dat is misschien wel een optie, maar Jules wil dat A niet. He, dat kan ik me voorstellen. Dat als Nederlander wil ze van Nederland uitkomen. Mm. En B, zal dat dan hem helpen met de studie in Rotterdam? Dat weet ik niet. He, dus er zijn best wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Mm. Maar in zijn algemeenheid, zo'n bond is natuurlijk best wel een monopolist. Er is maar één iemand die beslist over die carrière. Mm. En daar vindt men van in het algemeen in de rechtspraak dat zo'n monopolist zich heel terughoudend moet gedragen en extra voorzichtig moet zijn met het toepassen van regels en die ze overeenkomen en bedingen die ze toepassen. Ja, dus als toen zei van nou stel dit zou uiteindelijk toe een rechtszaak komen, dan maakt het wel kans om uiteindelijk in het gelijk gesteld te worden. Ja, het is in ieder geval dan aan de rechter om te overwegen of de gedachtes van de judobond die ze hebben bij de uitsluiting, of die terecht zijn. Daar moest je ook rekening mee houden dat er twee judoka's in het buitenland hun kernploegtrainingen doen, die zijn niet op Papendal en kennelijk presteren die toch voldoende om in het kernploegteam met te mogen doen. Ja, dus de uitzondering wordt eigenlijk al gemaakt voor twee judoka's. Die werd al gemaakt, er zal misschien een reden voor zijn, ik weet het niet, maar dan zal de rechter die redelijkheid moeten aangeven. Ja. Het zal afwachten zijn wat er nog gaat gebeuren. Ik nam aan dat Jules Fransen het hier niet bij leut zitten. Dat zei het ook overal in alle interviews en ik moet hem gelijk geven. Als ik zo lang gewerkt had om ergens te komen, zou ik ook tot het gaatje gaan om dat voor elkaar te krijgen. Jules Fransen, mocht ze dit zijn, gang te ver. Zo is het. Succes ermee.